It's all I wanna do. Nou, laten we dus hier mijn kamer ingaan. Dan komen we hier dus binnen. Dan doen we even mijn deur dicht. Dus beginnen we even hier. Wat jullie altijd achter me zien, dat zijn dus een Far Cry 4 poster. Een Call of Duty Black Ops 3 pre-order beta code. En een fanart die een jongen aan mijn klas heeft gemaakt. Dat is Jelle, dus super bedankt nog daarvoor. En ja, dat is fucking awesome natuurlijk dat hij dit natuurlijk heeft gemaakt. Want, zoals je natuurlijk zien, even kijken. Het shirt wat ik hier aan heb, past er redelijk bij. Dus daarom vind ik dat best wel awesome. Maar, laten we dus naar mijn eerste bureau gaan die hier staat. Ik stond even mijn stoel een beetje naar achter. Zo. Zullen we zien, is hier mijn eerste TV. Dat is een Samsung Full HD LED, als ik het goed heb. Het is een redelijk chill ding als je gewoon lekker een filmpje wil kijken of iets. En ja, ik vind hem op zich wel super chill om gewoon lekker TV op te kijken. En op de game heb ik het vroeger gedaan, maar als ik eenmaal een BenQ ben gewend, dan wil je ook niks anders. Dus, hier staat gewoon natuurlijk lekker een beetje deo, nog sportdrank. Dit doe ik meestal om de deur als ik ga opnemen, maar die heb ik die gebruik nu even. Daar ligt nog een zonnebril en allerlei andere shit. Stekkerdoos erachter natuurlijk. En iPhone oplader en iPhone draadje die ik daar neem. Dus heb om deze beelden die ik nu opneem, om mijn PC daar te proppen. Maar, gaan we even naar hieronder, want hier zien jullie mijn enige echte prullenbak. En ja, hier staat dus nu mijn laptop. En daar ligt mijn oplader op en er ligt ook een Swiffer voor als het stoffig wordt in mijn kamer. En daar zo zien jullie een router, laat maar zeggen. Die ik dus gebruik voor mijn PC-internet. Er ligt ook een hele kabel zo achter mijn muur gelegd, laat maar zeggen. Onder dit tapijt hier zo. Niet hieronder, maar gewoon aan de rand. En ja, daar zijn een pot met kleingeld die ik spaar. En ja, laten we dus weer opstaan. En naar de PlayStation 4 gaan. Want hier heb ik een PlayStation 4, wat is het? 500 gigabyte slim. Natuurlijk gewoon de allereerste editie die je kon krijgen, heb ik ook. En die doet nog prima. Gewoon. En ja, ik heb er één keer last van gehad, maar dat doe ik nu niet meer. Ik moet gewoon even de stekker eruit trekken. En achter, daar staat een PlayStation 3. En je hoort nou ook mijn PlayStation 4, want die staat aan hoor. En ja, PlayStation 3 gebruik ik natuurlijk ook nog. Maar dan krijgen we de echte setup. Dus 3, 2, 1, let's fucking go! Dit is mijn setup op dit moment. Dus fucking awesome, dan krijg ik een uitnodiging binnen daar zo. Maar we gaan natuurlijk even beginnen bij dit scherm. Ik pak heel even mijn stoel bij me gaan zitten. Want dit is een BenQ XL2420Z. En dit is een 24 inch beeldscherm. En ja, dat is prima natuurlijk om te gamen. Maar ja, zoals je hier ziet, heb ik een veel groter scherm. Dit is mijn PC scherm, dat is een BenQ XL2720Z. En dat zie je natuurlijk ook wel, want dat is een 27 inch en dat is een 24 inch. En ja, je ziet het duidelijk wel het verschil. Hier staat natuurlijk ook altijd mijn tweetdeck open. Dus als iemand nou wat tweet, dan zie ik dat natuurlijk hier inkomen. Dit zijn allemaal mensen die dingen van me hebben getweet. Dit zijn gewoon mijn timeline, laten we zeggen. Waar mensen dus dingen tweeten die ik volg bijvoorbeeld. Hier staan mijn privé message. En hier staan dingen van Twitter activiteiten. Dus van mensen die ik volg. Die dan ook weer wat dingen doen. Bijvoorbeeld hier gaat iemand zijn PC uit elkaar halen. En ja, dat heb ik dus gisteren allemaal gedaan. Maar dan gaan we even kijken wat we hier allemaal hebben staan. Want dit is mijn gaming muis op dit moment. Het is een Genesis gaming gear. En het is echt een super chill ding. Want zoals je ook ziet, zitten er allemaal extra knopjes op. Ook hier zo. Het zit al een beetje beschadiging. Gewoon een beetje eten op of zo. Ik weet niet. Een lekkere scrollmuis zoals jullie zien. Kijk, heel mooi grip. Roze lampje natuurlijk. Hier ook mijn sensitivity lampjes. Hier ook de snelheid van de muis. En voor de rest is er niet heel veel meer aan te zien. Dan gaan we hier naar mijn laptop. Of naar mijn laptop, naar mijn toetsenbord. En die is ook roze, want die kun je gewoon van kleur veranderen. Dus dat ga ik even laten zien. Moet ik even mooi op een toetje gaan staan. En dan zie je op een gegeven moment zo. Nu is hij uit. Nu is hij rood als je het goed ziet. Zo. Kijk, nu is hij rood. Moet ik even weer hierheen. Nu is hij blauw. En nu is die roze. Maar ik gebruik natuurlijk gewoon de roze kleur. Omdat ik hier natuurlijk een roze scuffcontroller heb liggen. En hier staat dat gewoon zwaar voor open. En ja, deze scuff natuurlijk fucking awesome natuurlijk. Die hebben jullie al vaker in mijn opnames gezien. Er zit ook een lekkere control freak op. Gewoon een CPC freak dat iets hoger is. En hier heb ik natuurlijk een PlayStation 3 scuff.
Waar ik wel een hoge contentfreak op heb zitten, omdat ik dat gewoon iets chiller vind. Omdat deze natuurlijk nog helemaal geen hoge contentfreaks heb. Ook natuurlijk pedals aan de achterkant, dus ik ben echt een scuff fanboy. Dat kan je wel zeggen, ik gebruik ze ook al best wel lang. Maar, dan zijn we klaar, want hier zie je gewoon mijn achtergrond. En hier staat hij dan, mensen. Dit is mijn PC op dit moment. Hier, zoals jullie hier zien, zit het USB-draadje van mijn ene rechter Astra 40, die natuurlijk ook wel kennen van mijn opnames, waarbij ik de mixer heb aangesloten op mijn PC. Een optische kabel, zoals jullie hier zien in mijn PlayStation 4, zodat ik PC-geluid heb en game-geluid heb. Maar, hier zo krijgen we dan mijn enige echte Logitech C920 webcam waar ik altijd mijn facecam mee opneem. En wat je dan ook gelijk ziet, is hier zo mijn webcam. En dit is de Behringer C1U. En die hangt natuurlijk in een shockmount op een mooi standaard, zoals jullie daar zien. Oh, mijn vingers nog een beetje voor de camera. Maar, we moeten nog even opgestaan, want ik ga nog even de dingen achter mijn bureau laten zien. Dat is natuurlijk wel handig. Hier liggen allemaal draden natuurlijk. En hier zo ligt de enige echte Elgato Game Capture HD. Hier heb ik nog een internetkabel aan hangen, dat als ik die ooit nodig heb, hangt die hier lekker. En ja, hier staan alle draden van de PC, dus dat is één grote tering, zoals jullie ook wel zien. Zo jammer, al die draden. Hij staat nu best wel aan koelen, want hij heeft nog niks aan het doen. Maar dadelijk ga ik een video renderen. En ja, dan gaat hij wel echt beestelijk hard. Maar, dit was een beetje de setup. Hier staan nog een beetje mijn games toe. Dus laat de setup nog een beetje van ver zien. Dit is hem. Twee beeldschermen. Die kan ik ook doorlinken, maar heb ik op dit moment nog niet gedaan. Maar, mocht je genoten hebben van deze video, laat alsjeblieft een blauwe duimpje achter en help mij dan. En dan zie ik jullie bij een van de volgende video's, mensen. Bedankt voor het kijken. Later.